Goedenavond allemaal. Welkom bij een nieuwe live uitzending op de zondagavond weer. Ik ga eventjes weer alles voor jullie klaarzetten. Even kijken of ik mijzelf kan vinden. En dan gaan we zo meteen gezellig van start. Even deze weer delen. Mochten jullie het leuk vinden, jullie mogen ook altijd de live uitzending gaan delen op je eigen tijdlijn of aan je eigen vrienden. Zodat die ook allemaal weten dat wij live gaan. Want hoe meer mensen het zien, hoe leuker het is natuurlijk. Ook al doe ik het ook voor een klein groepje wel heel erg graag. Maar het is altijd leuk om ook je vrienden mee te laten genieten, zeg maar. Nou, ik heb volgens mij alles weer klaarstaan. En wat ik vanavond wil gaan doen, is een beetje voorbereidingen gaan doen voor de demodag van aanstaande zaterdag. 8 februari, dan is er in onze winkel een demodag en een koopjesmarkt. En ik ben zelf 2 uurtjes aanwezig om een demo te gaan geven met de Karin Joan producten. Maar omdat ik niet alleen, ja, of in ieder geval omdat ik niet een hele dag aanwezig kan zijn en deze producten zo leuk zijn, hebben wij alsnog last minute ook Mirjam Mulder gevraagd om ook een demo te gaan verzorgen. En Mirjam Mulder is dus de hele dag aanwezig, want deze lijn is gewoon zo leuk en zo veelzijdig. Nou, ik ga vanavond ook gewoon een beetje ermee aan stoeien. En we zien wel wat het gaat worden. Ik heb een paar voorbeeldjes die ik eventjes nog aan jullie wil laten zien. Dat is bijvoorbeeld deze creatie. Heb ik op de achtergrond een beetje, ja, mixed media stijl gedaan. Heb ik met mijn eigen watercolors wat gemaakt. En ik dacht van, ach weet je, het hoeft niet alleen in die blauw tinten. Er kan ook best wel een beetje een paarsachtig kaartje bij. Nou, dit zijn kleine kaartjes. En wat ik bij deze kaartjes doe, het zijn in principe enkele kaartjes. En ik doe er een standaardje van Joycrafts achter. Kijk, dat is een heel leuk standaardje. En dat is van deze mal. Dat is de symmetrische kaartstandaard. Het is artikel nummer 6002/1406. En die vind ik ideaal. Ik heb hem ook achter deze ticketkaart gedaan. Zodat ook deze ticketkaart goed kan blijven staan. Zodat je niet altijd een dubbele kaart ervan hoeft te maken. Dus dat is voor mij echt een aanrader, deze kaartenstandaard. Daar wilde ik jullie toch eventjes nog meegeven. Deze heb ik ook nog gemaakt. Nou, dit is met de allernieuwste ticketmal van Studio Light. Volgens mij is het, ik ga even kijken welk nummer het is. Oh, ik heb hem hier niet liggen. Even kijken. Die heb ik ergens anders liggen. Het is deze mal. Het is stencil SL250. Nou, helaas is die heel erg hard gegaan. Heel misschien dat er nog een, ja, 2 of 3 in de webwinkel zijn. Het is vandaag gekkenhuis in onze webwinkel, omdat wij 14 jaar bestaan en je vandaag 10% korting krijgt. Maar ze zijn bijbesteld en we hopen ze dinsdag weer op voorraad te hebben. Ik heb hiervoor dus stencil SL250 gebruikt. En wat heb ik gedaan? Ik heb dus de mal gewoon compleet uitgestanst. Ik heb de kleine kaartjes, of die twee middenstukjes zeg maar, deze twee laagjes, heb ik uit designpapier gedaan. En uit dat groene heb ik gewoon hier afgescheurd. Heb ik een decoratie opgemaakt en alleen aan de zijkanten vastgeplakt. Zodat je er nog weer een leuke label achter kunt stoppen. Kijk, en dit is dan weer gedaan met de die cuts en wat washi tape van Karin Joan. Dus het is een super leuke lijn. Dus dit zijn gewoon even wat voorbeeldjes ter inspiratie. Wat wil ik vanavond gaan doen? Er is ook heel erg leuk, of er zijn hele leuke rubbons. En die rubbons die kun je dus ook bijvoorbeeld om glazen potjes gaan doen. En dan heb je in no time heb je een superleuk cadeautje klaar. Je kan het vullen met iets lekkers. Je kan er een vaccinelichtje in doen. En ik wil even laten zien hoe makkelijk dat is.
En die rubons, die kun je natuurlijk ook gewoon op je kaarten gaan gebruiken. Want dat heb ik bij deze ook gedaan. Ik heb hier bijvoorbeeld ook de rubon gewoon bij op een kaart gedaan. Dus de rubons zijn ook heel veelzijdig. En daar ga ik gewoon even mee starten. Ik heb namelijk helemaal geen plan gemaakt van wat ik vanavond wilde gaan doen. Dus we zien het wel. Deze leg ik even aan de kanten. Nou, ik had nu een iets kleiner potje. Ik leg er eventjes iets onder dat het iets minder gaat verschuiven. Dat het iets minder wegrolt. Even kijken, waar heb ik mijn rubons gelaten? Moet ze er even weer bij zoeken. Ik heb ze. Wat ik wel eerst heb gedaan, is even mijn potje een beetje ontvet met, ja, dat kan met een ontvetter of even met een beetje alcohol, zeg maar. Dat die potjes gewoon echt netjes schoon zijn. Dan ga je kijken van wat voor elementjes vind ik leuk om op mijn, ja, glazen potje te gaan doen. Ik ga even kijken of ik wat kleine elementjes kan vinden, want dit is een klein potje. Ik denk dat ik bij deze een liggende bloem ga doen. Dat vind ik wel leuk. Het makkelijkste is om ze eventjes uit te knippen. Dus een beetje eromheen. Jullie kennen vast al die wrijfplaatjes nog wel van vroeger. Nou, dit principe is gewoon hetzelfde. Even kijken, die ga ik daar doen. Er zit nog zo'n leuke bij. Die wil ik erbij op hebben. Die komt dan aan de bovenkant. En dan een leuke tekst komt erbij. Zo. En dan zitten er ook nog hele leuke inktspetters bij. Die kunnen we natuurlijk ook wel erbij gaan doen. Even kijken, welke kleur ga ik pakken? Ik ga daarvoor de groene pakken. Nou, dan hebben we even wat elementjes en die kunnen we erop gaan doen. Dus dit kan ook gewoon op kaarten, net wat je zelf leuk vindt. Je kan het met een bolvoorwerp doen. Je kan het met een ijslollystokje doen. Eigenlijk met allerlei soorten, ja, harde voorwerpen gaat dat lukken. Er zit altijd een beschermlaagje achter. Dat beschermlaagje haal je weg zodat je een transparant gedeelte overhoudt. Die leg je op je potje. Even kijken. Nou, ik dacht ik kan hem ook nog schuin doen, maar dat gaat niet meer, want hij zit er al op. Wat je nu doet is eigenlijk of van rechts naar links of van links naar rechts ga je met krassende bewegingen deze erop wrijven. Nou, dit is helemaal niet moeilijk om te doen. En je ziet vanzelf wel dat hij eigenlijk wat doffer gaat worden. En dat betekent eigenlijk dat je plaatje dus op je glas gaat komen. Kijk, en hier wipt hij al een beetje omhoog en dat kan je zien. Je kan nu dit beschermlaagje eraf trekken. En je plaatje zit dus op je glas. Ja, hij heeft ook het einde goed gehaald. Dus nu heb je al je plaatje op je glas zitten. Nou, het is gewoon echt super makkelijk. Ook voor kinderen is dit erg leuk om te gaan doen. Ik ga eerst even de tekst erop doen. Even kijken. Kunnen we ook de tekst schuin doen of rechts? Nee, ik ga de tekst zo doen. Nou, je kunt ervoor kiezen om het potje helemaal rondom te doen. Je kan ervoor kiezen om maar één kant van het potje te doen. Het is gewoon helemaal aan jezelf wat je zelf leuk vindt. Nee, je bent nog niet veel te laat. Je kunt nog steeds mee gaan kijken. Ik ben nog maar net van start en ik ga gewoon een beetje een, ja, rommelige uitzending doen. Gewoon een beetje voorbereidingen doen voor aanstaande zaterdag voor de demodag.
Jullie zijn allemaal van harte welkom. Het is een demodag met 4 verschillende demo's. En er is ook een koopjesmarkt, dus ben je nog op zoek naar afgeprijsde artikelen? Wie weet zit er voor jou ook nog wel wat leuks tussen. Dus je bent welkom. Even kijken, hij heeft daar de unies helemaal mooi gepakt. Ja, lettertjes is natuurlijk altijd even ietsjes precieze werk. En ik wil dat alles er wel helemaal secuur op zit. Dus ik trek hem gewoon heel voorzichtig even zo mee. Het zou zonde zijn als we halve woorden erop krijgen, hè? Dus gewoon eventjes goed aanduwen. Ach, en weet je, het is een keer wat anders om te doen. Ik ben zelf wel iemand die eigenlijk alle hobbydingen leuk vindt. En af en toe moet je gewoon even een keer wat andere dingen proberen, hè? Dit zijn echt van die leuke kleine cadeautjes wat je weer weg kan geven. Nou, dit wrijven gaat op kaarten sowieso makkelijker dan op glas, omdat je nu natuurlijk een bol voorwerp hebt. Kijk, dit is toch helemaal leuk. Ik ga even kijken waar ik die... Ik denk dat ik deze er zo naast ga doen. Oh, ietsjes overeen. Dat vind ik ook leuk. Kun je daarna wel afwassen? Nou, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik denk dat je het wel voorzichtig af kan wassen. Maar ik zou er natuurlijk niet met te veel schoonmaakmiddel overheen gaan. Zou ik eventjes uit moeten zoeken. Maar het ligt er natuurlijk ook aan, ja, waar ga je die potjes voor gebruiken? Ik denk niet dat je dit soort dingen gaat gebruiken voor echt intensief gebruik, zeg maar. Het zijn meer voor cadeau-items, lijkt mij. Volgens mij is deze ook al klaar. Die zit er ook goed op. Nou, dit is toch leuk? Nog een paar spettetjes erbij en we zijn alweer klaar. Nou, zeker als jij bijvoorbeeld ook kinderen in huis hebt, dan is dit ook hartstikke leuk om een keer een avondje samen met z'n allen te doen. Lekker aan het wrijven met die plaatjes. Er zijn trouwens 2 verschillende setjes. En in elk setje zitten 2 van die velletjes met rubbons. Dus er is ook nog wat keuze in de modelletjes wat je graag wilt. Nou, dan is het natuurlijk ook leuk om het potje een beetje af te werken met een leuk touwtje of iets dergelijks. Ik pak hiervoor de verschillende setjes van de hemcord van Vasen Creative. Ik denk dat ik deze keer voor een fellere roze erbij ga. Ik denk dat dat ook wel leuk is. Of ik zou die groen-blauwe moeten doen. Eens even kijken. Nee, ik denk dat ik die felroze een keer leuk vind. Ik kan bij deze ook die lichtroze doen, maar dan ben ik al mijn lichtroze alweer kwijt. Dat gaan we niet doen. Ik ga voor de felroze een keer. Dus dit is het hemdkort van Vasen Creative, wat in een setje te verkrijgen is. Er zitten 24 rolletjes in voor €3,50. En op elk rolletje zit 1 meter van dat leuke touw. Nou, bij mij gaan die echt heel erg hard, die setjes. Ik gebruik het touw gewoon heel veel. Ik vind dit wel leuk, een beetje contrasterende kleur erbij. Ja, dit is ook heel leuk om een vaccinelichtje in te zetten, klopt. Moet hem ietsjes korter maken hier. Nou, dit wikkel je gewoon een paar keer omheen, zodat je het einde hebt bereikt. Je kan er eventueel voor kiezen om er ook een lintje of een strikje van te maken. Ik knoop hem alleen eventjes. Kijk en zie eens hoe leuk je nu een, ja, in no time een cadeautje klaar hebt. Dus dit is dan met die rubbons van de Bloom Collection.
En het is of Blooming Collection. Het is gewoon superleuk. Nou, dat wilde ik als allereerste even laten zien. En ik dacht, ik ga daarna maar even ook nog een kaartje erbij maken. En ik zie wel hoe ver ik ga komen met het kaartje. We maken gewoon een start. Even kijken, wat had ik gepakt? Ik heb een nieuwe ticketmal van Studio Light. Die zijn ook afgelopen week bij ons binnengekomen. En de ticketmal die ik nu ga gebruiken, dat is de Stencil SL252. Dat is weer een nieuwe en daar zit ook gelijk een malletje bij om het gaatje te maken. En om zo'n reinforce gaatje erbij te maken. Dus dat is ook super leuk. Ik heb ervoor gekozen om deze twee keer uit te gaan stansen. Ik vind het altijd wel fijn als deze ook kan gaan staan, zeg maar. Dus dat je er een dubbele kaart van kan maken. En ik heb het papier heb ik alvast uitgestanst uit het paperpad. Ik wil deze keer met de roze aan de slag gaan. En ik wilde deze witte weer op gaan doen. Maar ik wil niet helemaal dit witte. Ik denk dat ik hier een stuk af ga scheuren. En daar weer een soort pocket van ga maken. Maar dan moet ik eventjes mijn brein nog een beetje voor laten werken. Hoe breed de mal is. In totaal is deze 20,5 centimeter. Even kijken, wat gaan we doen? Wat is wijsheid? Ik denk dat het verstandig is om eerst even een beetje te gaan kijken wat voor spulletjes ik ze op wil gaan plakken voordat ik aan het scheuren ga. Nou, ik heb nog allerlei losse elementjes liggen, maar ik weet niet of ik die ga pakken of dat ik nog in mijn boek moet gaan neuzen. Die kan er sowieso wel heel leuk bij. Nou, dit zijn dus allemaal van die losse elementjes uit het die-cut boekje. En dat die-cut boekje laat ik ook zo eventjes zien. Ik denk dat het wel leuk is om deze dan straks schuin af te gaan knippen, scheuren. En dan aan de zijkant nog weer zo'n label erin te gaan steken. Ik denk dat we dat gaan doen. Maar ik wil nog eerst even kijken of ik nog wat andere elementjes kan vinden. Even kijken. Deze boeken die zijn gewoon echt te leuk. Er zitten zoveel leuke plaatjes in. Te denken, ik kan ook deze eraf halen en een mooie bloem laten liggen. Ik ga gewoon even wat proberen. Ik doe gewoon net alsof ik al een demo aan het doen ben, waar ik ook altijd dingen ter plekke bedenk. En dan ben ik ook altijd een beetje in mezelf aan het praten, aan het denken, wat gaan we doen, wat is leuk. Ik denk dat dit ook wel heel erg leuk kan gaan worden. Hij mag ietsjes die kant op. Ja, het is heel moeilijk om te kiezen met al die leuke plaatjes. Dan weet je gewoon niet welke je erbij moet gaan pakken. Er zitten gewoon in dit boek zoveel leuke elementjes. En ik moet er ook heel eerlijk bij zeggen, voor mij is dit ook een iets andere manier van werken. Het zijn andere kleuren dan ik normaal, of andere kleuren niet, maar een ander product dan waar ik mij normaal helemaal in thuis voel. En dat kost mij ook altijd even net iets meer denkwerk, even wat meer schuifwerk. Maar ik denk dat dat voor iedereen wel herkenbaar is. Ik vind dit ook altijd leuk van deze letters. Cool things take time.
En Joy gaat het erbij plakken. Nou, hier komt straks nog een leuk touwtje aan. Dat weet ik al wel. Even kijken, wat kan ik er nog meer bij gaan doen? Ik kan er ook aan die kant nog een los blaadje bij gaan doen. Dat we die net een beetje achter de label verschuiven. En dan dat bloemetje daar wat hoger. Ja, deze compositie ga ik al wat mooier vinden. Dan ga ik deze natuurlijk nog schuin afscheuren. Dat ga ik gelijk even doen. Gewoon een beetje schuin naar beneden. Niet nadenken, gewoon lekker scheuren. Wat kosten die leuke boekjes? Ik weet de prijs niet helemaal uit mijn hoofd. Ik meen dat deze die-cut blokjes iets van €5,95 zijn. En daar zitten echt heel veel leuke elementjes in. Deze kwam daar. Die moest er een beetje schuin achter. Die mag zo liggen. Die komt daar. En Joy mag dan aan die kant. Nou, zo komen we alweer een heel eind. Ik kan deze erachter gaan doen. Of ga ik er een witte label achter doen? Ik ga eens eventjes kijken wat leuker is. Het had ook een grotere label achter gekund. Ik ga nog eens even kijken wat leuk is. Of misschien wel helemaal geen label. Want ik vind dat witte en dat contrasterende daar op zich ook wel heel erg leuk. Nou, ik ga gewoon eens eventjes nog een beetje nadenken. Ik denk dat ik dit gedeelte alvast even op ga plakken. Nu ben ik een beetje een pietlut. En ik vind eigenlijk dat sommigen net wat te veel wit nog hebben. Dus ik knip ze nog heel ietsjes bij. Maar dat moet je gewoon zelf even bepalen. Je moet kijken van wat vind ik leuk, wat past binnen mijn stijl. Want ook dit soort creaties moet je gewoon echt naar je eigen stijl gaan maken. Ik was er ook mee bezig en ik was aan het kijken ook op de site van Karen Joan en bij de design teamleden om te kijken van voor een beetje inspiratie. En dan wil je toch een beetje die stijl na gaan maken. Maar ik merk dat, voor mij werkt dat gewoon niet. Ik moet gewoon echt iets, toch in mijn eigen stijl gaan maken. Want anders dan lukt het niet. Maar dat zal voor velen van jullie ook wel herkenbaar zijn. Nou, ik zag inmiddels ook van deze lijn al heel veel leuke voorbeelden in onze groep voorbij komen. Deze lijn is gewoon ook echt, echt een leuke voorjaarslijn. En zeker met die temperaturen buiten, dan is het natuurlijk wel, dat we toch echt al een beetje richting het voorjaar gaan af en toe. Ja, de label op witmatten, dat is inderdaad ook nog een goed idee. Maar misschien bedenk ik ook nog wel even compleet wat anders. Deze ga ik ook nog even ietsjes bijknippen. Ja, ik begin hem tot nu toe al wel heel erg leuk te vinden. Of ik begin hem leuk te vinden, ik vind hem gewoon al wel leuk. En ik denk dat ik deze keer toch nog even iets anders ga doen. En of dat leuk uit gaat pakken, weet ik niet. Maar ik denk dat ik met een mask stencil of met een script stempel nog even iets op de achtergrond ga doen.
dat die achtergrond toch niet helemaal wit is. Maar dan moet ik zo eventjes wat spulletjes daarvoor gaan verzamelen dan. Ik heb niet zo heel veel binnen handbereik, dus ik moet het deze keer wel doen met wat ik heb. Maar dat gaat vast lukken. Nou, ik knip uiteraard met mijn hele fijne schaartje van Crafters Companion. Daar kan ik echt niet meer zonder. Dat vind ik tot nu toe echt het fijnste schaartje wat ik heb. En ik zal zo weer eventjes in de chat gaan lezen of jullie wat vragen hebben. Want als ik zo druk aan het knippen ben, dan let ik niet helemaal op. Eigenlijk wel een beetje dom. Ik kan niet overal mijn aandacht houden, hè. Ik vind deze al wel heel leuk worden, moet ik zeggen. En dit zijn ook gewoon echt, ja, kaartjes voor wat, of ja, producten ook voor wat simpelere kaartjes, zeg maar. Dat het niet altijd zo druk hoeft, zo vol hoeft. Ik ga dit gewoon alvast vastplakken en ik ga hier een klein beetje script op stempelen. Ik ga even kijken of ik mijn scriptstempel kan vinden. Dat wil ik net een klein beetje hierachter gaan doen. En ik ga daarvoor pakken een... Wat voor kleur ga ik doen? Ik denk een beetje groenig of zo. Heb ik dat binnen handbereik? Even kijken of hier een kleurtje in zit. Oh, wacht. Ik kan ook voor het contrast... Ik ga het niet zo heel donker stempelen. Ik kan er ook een beetje oranje bij doen, omdat dat hier ook bij zit. Dan krijg je dat hier ook weer terug. Dat ga ik doen. Dit is de Versa Magic en dan de kleur Mango. Ik heb geen idee hoe die uit gaat pakken. Dat zien we zo wel. Daar een beetje. Daar een beetje. En dat is al wel genoeg. Het gaat meer om het effect dat er gewoon een klein beetje script op de achtergrond is, zeg maar. Zoals jullie mij wel kennen, moet ik natuurlijk altijd de randjes eerst even met mijn peperdistressen doen. Dat vind ik het leukste. Maar ook hierbij geldt, doe je eigen stijl, doe wat jij leuk vindt. Of die beter is of fijner dan de Cut to Be. Nou, ik vind deze nog net wat fijner. Deze ja, is net iets kleiner en ligt voor mij nog wat comfortabeler in mijn hand. Maar ja, dat is gewoon voor een ieder persoonlijk. Hè. Iedereen heeft een eigen hand, een eigen stijl van knippen. Dus ik kan wel zeggen van, hij is beter dan die of die. Nee, dat is voor iedereen persoonlijk. Dus ik kan wel iets adviseren wat ik fijn vind. Maar dat zegt niet dat dat ook voor jullie zo geldt. Even weer een sponsje erbij pakken. Nou, te laat. Ik ben nog steeds bezig, dus je kan nog steeds meekijken hoor. En je kan natuurlijk straks aan het einde van de uitzending, kan je vanaf het begin af aan weer terug gaan kijken. Als het goed is, zet ik morgen deze ook wel weer op ons YouTube kanaal. Dus dan kun je daar ook nog weer terugkijken. Dus wij zijn altijd, als wij live zijn, zijn we er altijd om 7:30. Dat is voor ons een vaste tijd. Eerder gaat mij niet lukken en later ook niet. Want dan wordt het mij uiteindelijk iets te laat. En dat, ja, ik moet toch kiezen van wat ik zelf, wat voor mij het makkelijkste gaat.
Ja, ik doe altijd met gesso. Nou, we krijgen soms vragen van wat is gesso? Gesso is gewoon eigenlijk een primer, een ja, soort witte verf. Je zou het ook met witte verf kunnen doen. Je kan het met crackle paste doen. Je kan het ja, eigenlijk met alles doen wat wit is. Ik vind wit gewoon leuk. Maar je kan het ook met een distress ink doen of iets dergelijks. Als jij liever met een inkt langs de randjes gaat, is ook prima. Je moet echt doen wat jij zelf leuk vindt. Iedereen heeft hierin een eigen stijl. Ik heb echt een stijl met dat gesso erop. Dus kijk gewoon wat voor jou het leukste is. Het gaat er tenslotte om dat jij zelf plezier hebt in het ja, creëren. En je maakt het uiteindelijk voor jezelf. Je stuurt het dan misschien wel weg, maar het gaat wel om je eigen plezier wat je eraan hebt gehad. Even kijken, deze ga ik ook alvast even voorzien van een beetje gesso. Ik weet nog niet zeker of ik deze ga gebruiken of dat ik een ander soort labeltje ga pakken. Dat zien we zo wel. Ja, dit is echt een lijn met hele leuke, vrolijke kleurtjes, dat klopt. Ik word er ook helemaal blij van. En dat is uiteindelijk ook de bedoeling, hè. Nou, voor degenen die het vandaag gemist hebben. Vandaag is het precies 14 jaar geleden dat wij onze winkel hebben geopend. En we hebben daarom ook alleen vandaag 10% korting in onze webwinkel. Dus bestel je vandaag nog iets, dan krijg je 10% korting. En dan moet je even de code gebruiken HobbyVision14. Dus wil je nog shoppen met korting? Bestel dan nog snel. Het kan wel zijn dat je niet gelijk morgen je order al verzonden wordt als je vanavond nog bestelt. Want het is zo mega bizar druk dat we, dat mijn collega's denk ik morgen wel de hele dag druk bezig zijn. En er misschien niet in één keer helemaal doorheen komen. Maar uiteraard gaan ze hun uiterste best doen. Maar dan weten jullie dat eventjes. We zijn in ieder geval wel enorm dankbaar dat jullie zo goed gebruik daarvan maken. Deze pocket, of deze ga ik even als een soort pocket opplakken. Of ik dat daadwerkelijk straks nog ga gebruiken als pocket, weet ik nog niet. Anders kan ik hem alsnog dichtplakken. Ik gebruik hiervoor het score tape en ik heb nu de hele smalle gepakt. Zodat je ook ja, eigenlijk meer ruimte overhoudt voor een pocket of voor een label. Dan kun je er ook een iets bredere label in gaan doen, mocht je dat willen. Nou, Sylvia, de collega's werken wel altijd op volgorde van binnenkomst. Dus of je nou aangeeft van het mag wat later of niet, dat werkt gewoon niet. Wij hebben daar nu gewoon een nieuw systeem in. Dus je gaat echt op volgorde van binnenkomst. En dat is ook wel net zo eerlijk. Ik wil op dit witte ook nog een beetje spetters maken. Dat vind ik wel leuk. Dan kan ik natuurlijk spetters kiezen van mijn die-cut-blokje. Maar ik heb ook nog een roze Posca. En ik denk dat ik die maar even ga gebruiken. Nou, dat spetteren vind ik net als ieder ander ook altijd wel wat enger. Omdat je er gewoon geen controle over hebt. En zoals jullie wel weten, ik heb heel graag overal controle over. Dus ik doe ook maar wat. Nou, ik wil niet te veel spetters. Ik tik gewoon even met een hard voorwerp erop. Nou, zien jullie, er zitten gewoon echt een paar kleine spettertjes op. Ik wil ook niet te veel. Er mag nog heel iets meer bij. Gewoon een beetje op de achtergrond. Ik heb hiervoor de kleur
weet niet of het erop staat hoor. Light pink. Dat zijn wat nieuwe kleurtjes en die vind ik hier wel heel erg leuk bij. Kijk, gewoon echt een, ja, heel minimaal klein beetje. Nou, deze komt erop. Ik ga even weer alles leggen zoals ik het in principe een beetje bedacht had. Schiet me ook te binnen. Het is natuurlijk ook wel leuk om straks hier ook nog een klein blaadje ergens onderuit te laten komen. Dat kan ik ook gaan doen. Die gaat zo komen. Die daar. Die daar. En die daar. Ik denk dat ik dat wel heel erg leuk vind. Dan ga ik even kijken of ik daar ook een leuk touwtje voor kan vinden. Nou, er zijn echt enorm veel mensen die kaarten maken hoor. Dat is echt... Ik ben er zelf ook heel vaak verbaasd over van... Ja, hoe hard de orders wel niet gaan... Even kijken. Ik wil daar zo'n leuk verstevigingsgaatje bij hebben. En ik heb zelf een heel leuk set van Elisabeth Craft. Die is momenteel eventjes niet op voorraad. Maar die komt hopelijk binnenkort weer. Maar ze zitten nu met Chinees Nieuwjaar en met de fabrieken die daar allemaal ietsjes langer dicht zijn. Dus... ze komen wel weer, maar wanneer exact weet ik niet. Maar hier zit ook een hele leuke bij met een bloemetje. En die wil ik hierbij gaan gebruiken. Die vond ik zo schattig. En ik vind het wel leuk om voor het contrast met een beetje dat groenige kleurtje erbij te gaan werken. En daarvoor haal ik even wat uit mijn paperpadje. Nou, jullie zien wel, ik ben ondertussen van alles aan het verzamelen om me heen. Het begint al een lekkere rommel te worden. Maar het geeft niet. Het is vast voor iedereen herkenbaar. Zo. Deze ga ik even met mijn... mini stansmachine uitstansen. Zo. Ja, dat is echt een superleuk set met die verstevigingsgaatjes. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb ze nog maar één keer eerder gebruikt. Maar ja, ook hier is ergens tijdgebrek. Ja, komt goed. Kijk, dit is toch een gave. Ik zal hem wel alvast gaan linken in de groep die ik vanavond nog moet maken met gebruikte producten. Maar het kan dus nog even een paar weekjes duren voordat deze er weer is. Je kan hem op je verlanglijstje gaan zetten. En zodra die er weer is, dan krijg je een e-mailtje. En dan kun je hem dan alsnog bestellen voor de liefhebbers. Nou, ik ga er een roze touwtje aan doen. Ik ben gewoon wel echt van het roze. Dat wisten jullie vast al wel. Zo. En ik denk dat ik dit labeltje met wat foamtape op ga plakken. Als ik dat kan vinden... Ja, ik moet even veel om me heen verzamelen, dus dan ben ik af en toe even een beetje aan het zoeken, want er liggen gedeeltes over elkaar heen, op elkaar, onder elkaar. Een bekende knutseltafel is het hier, denk ik. Ik denk dat iedereen dat wel herkent.
Nou, ik heb het foam van Marianne Design. Dat zit op velletjes op A4, nee A5 formaat. En daar heb je van die leuke stroken. Of die kan je in stroken knippen, laat ik zo zeggen. En dan kan je zelf bepalen welke brede stuk je eronder gaat doen. Ik vind dat wel ideaal. Nou, jullie mogen gerust jullie hobbykamers laten zien in de groep, hoor. Of de werktafels. Ik denk dat voor iedereen wel herkenbaar is dat het chaos is. Maar weet je, heel eerlijk, in chaos kan ik ook het beste werken, want dan heb je gewoon de meeste ideetjes. Tenminste, voor mij werkt het wel zo. Want dan zie ik weer iets in mijn ooghoeken en dan, ja, heb je gelijk weer zin om daar ook mee aan de slag te gaan. Deze wil ik ietsjes lager hebben als het nog kan. Ik vind dit soort dingen gewoon altijd leuk om ook met een beetje foamtape op te plakken. Dat je een beetje, ja, verschil krijgt in de hoogte op je project. Ik hou persoonlijk niet zo van die hele platte projecten. Maar dat is voor een ieder persoonlijk. Dus kijk wat jij zelf leuk vindt. En kijk niet naar wat een ander leuk vindt. Dit onderste gaat wel plat opgeplakt worden. Ik vergeet mijn hele thee alweer. Die zal ik eerst eventjes op gaan drinken. Zo. Even kijken, iets met nagellak remover schoonmaken. Oh, schaaf wat foam. Ik heb de tonic schaar, die van Tim Holtz. Dat is gewoon een hele fijne. Daar knip ik eigenlijk altijd die foamtapejes mee. Zo. Wat gaan we nog meer doen? Deze moet er nog op. Ietsjes opbollen. Die doe ik even met een drupje lijm. Nou, had in principe ook nog in een contrasterende kleur erop gekund. Maar ik ben wel een beetje van dezelfde kleurtintjes. Dus alleen even te denken. Is het leuker om er iets nog in het geel bij te doen? Of vind ik die witte teksten toch mooier? En ik ga voor de witte tekst. En dat gaan we doen. Aan de ene kant doe ik wat lijm. En omdat ik ook mijn label met foamtape heb opgeplakt, doe ik aan de andere kant dus een klein beetje foamtape. Want anders gaat hij heel erg naar beneden hangen, dat labeltje. En dat vind ik dus niet mooi. Dus dat zijn van die kleine tipjes. Nee, dat gele vind ik ook niet mooi. Dat vond ik te overheersend. Het moet wel in balans blijven. Nou, ik ben blij dat bij jullie die tafels ook allemaal zo is. En als ik een project klaar heb en ik weet zeker dat ik die spullen niet meer gebruik, dan ruim ik het ook altijd wel netjes op, hoor. Zo is het ook wel weer. Gewoon één keer in de zoveel tijd moet je het gewoon even helemaal weer schoonmaken. Dat vind ik wel. Dan moet ik gewoon in één keer dan ermee bezig gaan. Even kijken. Ik wil nog een leuk groen blaadje hier achter hebben. Ik ga eventjes weer een beetje passen en meten. En dan bedenk ik nog of er een labeltje ook nog bij komt of niet. Ik vind dat groene wel weer leuk. Dan krijg je weer net wat meer kleur in je project.
En ja, heel eerlijk, ik vind het moeilijk om helemaal van die clean projecten te maken. Er moet toch altijd weer een eigen touch bij op. Ook deze een beetje inknippen. Want dan komt natuurlijk straks ook nog een gaatje aan de zijkant met een lintje erin. Maar ik denk dat ik dat gaatje eventjes met mijn kroppendal maak. Dat is net zo makkelijk. Dan kunnen we eventueel nog wat plaksteentjes opdoen ter decoratie. Maar we moeten zo even kijken dat het niet too much gaat worden. En die linkerzijkant moet ik nog iets voor bedenken. Nou, dit hoef je dus niet te knippen. Maar ik vind het dus net ietsjes mooier. Of ik vind het mooier. Het past beter bij mijn stijl, laat ik het zo zeggen. Dat witte, dat is voor mij soms net wat te grof. Zeker ook tussen deze blaadjes. Dat vind ik dan weer jammer. Dat er weer net wat te veel wit tussen zit. Je kan er ook voor kiezen om zelf nog blaadjes te gaan stempelen met de leuke stempelsets. Zover ben ik nog niet gekomen. Ik hoop deze week nog wat voorbeeldjes hiermee te kunnen gaan maken. En dan wil ik ook de stempels even uit gaan proberen. Ik zal straks even één projectje laten zien wat ik dus wel gemaakt heb met ja, het stempelset en ook de embossingpoeders van de wouw erbij gebruikt heb. Maar ik heb nog niet helemaal de wouwfactor bij dat kaartje, dus die moet ik nog even fine-tunen. Maar ik kan jullie wel laten zien in hoeverre hij klaar is. En op zich dat stempelen met embossingpoeder is ook weer heel erg leuk. Dus mocht ik van de week nog tijd hebben en het gaat me lukken om daar een creatie mee te maken, dan kan zijn dat ik dat nog even een keer spontaan live ga doen of dat ik even de camera erbij aanzet. Maar dat merken jullie nog. Ik kan nog even niet te veel plannen maken momenteel. Even een grote stap terug doen en ik kan dan wel van alles beloven wat ik wil doen. Maar belofte maakt schuld, hè? Ik vind al die blaadjes te veel. Dus ik ga de blaadjes een beetje kort tweaken. Dit vind ik leuker. En dan komt hier nog een klein labeltje in. En ik kan ervoor kiezen om een labeltje op deze manier te gaan doen. En dan even op wit te gaan plakken. Dat kan ik wel doen. Of ik moet even een nieuw labeltje uit gaan stansen. Dat kan ik ook doen. Misschien. Nee, deze is te groot. Dan ga ik wel deze gebruiken. Dit zijn de labeltjes van Leane Creatief. Die heb ik al wel een keer eerder gebruikt. En daar ga ik even een klein labeltje van uitstansen. Wacht even, we hebben ook nog deze leuke labeltjes. Nee, die vind ik ook weer te wit. Ik wilde wel één met een matlaagje hebben. Gewoon even stansen. Mijn stansmalletjes. Dat gaat weer even door mijn kleine machine. Ja, die labeltjes die zijn echt heel leuk. Die heb ik al in een andere uitzending helemaal uitgebreid laten zien. Dus dat wil ik nu even niet te uitgebreid gaan doen. Even kijken, dan moet ik een beetje roze papier erbij hebben.
Of in ieder geval een papiertje wat past bij dit paperpadje. Ik denk dat deze er wel leuk bij is. Dan gaan we hem op die manier pakken. Die niet. Of ik moet... Ik ga die andere doen met die watercolor spetters. Die moet er ook in zitten. Dat is deze. Die gaan we erbij doen. Het is gewoon lastig om te kiezen met al die leuke papiertjes. En ondertussen bouw ik mezelf helemaal vol. Even kijken. Welk stukje gaan we pakken? Ik vind iets geel erbij ook wel leuk. Ik ook van vazen. Ik weet niet wat van vazen. Dat heb ik helaas eventjes gemist, denk ik. Maar ik zie dat jullie al wel weer lekker op elkaar antwoorden. Dus heel fijn dat jullie elkaar weer helpen. Daar zijn we heel blij mee. Oh, de pons voor labels. Ja, die heb ik inderdaad ook op een andere creatie gebruikt. Dat is ook een hele fijne. Die heb ik nog wel binnen handbereik. Dat is deze. Hij is, ja, ik heb hem van Paperfuel, maar die van Vazen is exact hetzelfde. Het is alleen een ander kleurtje, zeg maar. Kijk, die label kan daar mooi in. Dan kan daar ze ook straks zo'n mooi gaatje op. Nou, ik ga deze keer even voor het gemak. En ik ga de gaatjes gewoon met mijn krokodil maken. In plaats van door de machine te doen. Gemak dient de mensen, hè. Zo. Even een klein beetje gesso er weer langs. En dan zijn we al een heel eind met onze creatie. Ik moet alleen nog bedenken wat ik aan de linker flap ga doen. Eigenlijk wil ik daar niet te veel op gaan doen. Maar wel iets. Misschien een klein beetje washi tape of zo. Dat is misschien ook wel leuk. Even kijken of ik mijn krokodil kan vinden. Dus mijn karretje draaien. Nee, de gesso is niet meteen droog. Maar ja, ik zit ook meestal wel vrij onder de gesso. Ik vind het zelf geen probleem. Ik vind het gewoon heerlijk kliedenwerk. Dus wil je het sneller droog hebben, je kan ook even met de heat tool eroverheen gaan. Dat is maar net wat je zelf prettiger vindt. Kijk, dat bloemetje past er weer leuk overheen. En ik ga ook hier eventjes een gaatje in maken. Dus dit kan je ook doen met het rondje wat dus in de mal van Studio Light erbij zit. Maar ik vind dit voor nu gewoon even makkelijker. Dan hoef ik niet mijn kaart door de machine te halen. Want dat had ik dan uiteraard eerder moeten doen. Dat kun je niet als laatste nog doen. Er zijn twee maten op de tang. Is inderdaad, dat klopt. Je kan met die krokodil een groot gaatje maken en een klein gaatje. In wat voor bak ik mijn rolletjes heb zitten. Dat zit in een 6x6 inch box van Artbin. En het artikelnummer is 6953AB. En normaal gesproken is dat ook een opbergbox waar je dus je distress oxides in op kan bergen. Of je 15x15 paperpadjes. Maar ik vind dit ook gewoon heel erg handig daarvoor.
Even kijken, mijn roze lintje, heb ik daar nog wat van? Of heb ik alle roze nu op? Ga eens even spieken. Toch ga ik nog even denken wat wij gaan doen. Misschien ga ik deze wel hier doen. En het bloemetje hier. En dan een klein beetje washi tape erbij. Want het moet natuurlijk wel in balans blijven. Nou, washi tape heb ik nu even die hele kleine rolletjes van. Dat is dus ook uit de Karin Joan collectie. En om daar een klein beetje kleur nog weer aan te krijgen, kan je ook zeggen van ik ga hier een paar van die strookjes naar beneden plakken. Nou, kijk, het hoeft dus niet veel te zijn. Het is soms gewoon net even weer voor die kleurbalans dat je even iets toe moet voegen. Ik ga deze wel hier doen. Ik vind dit wel heel erg leuk. De blaadjes die plak ik gewoon even losjes op. Het bloemetje komt weer met een beetje foamtape erop. Nou, en zo zijn we al een heel eind. Iets hoger. Dan zit ik alleen nog te denken wat voor touwtje of lintje ik erop ga doen. Deze label doe ik nog even niks op, omdat ik nog niet weet aan wie ik hem ga sturen. Daar kan ik dus later nog even wat op gaan doen. Deze ga ik hier aan de zijkant doen. Mag wel ietsjes korter. Dan hou ik ook nog een stukje touw over. Dan kan ik dat andere labeltje ook met deze kleur gaan doen. Ik denk dat dat wel net zo leuk is. Dan heb ik deze kleur helaas alweer op. Dus ik denk dat ik ook nog maar even voor een tweede setje van dit touw moet gaan. Want het gaat wel heel erg hard bij mij. Ja, het is ook zo leuk om te gebruiken. Ja, een geel touwtje, ik denk dat dat te overheersend gaat worden. Ik heb ook niet echt geel erin zitten. Tenminste, geen leuke kleur geel wat hierbij past. En ik ben bang dat er dan net iets te veel gaat worden. Wat te denken, kan misschien wel voor het contrast een geel bloemetje hierop doen. Maar ga ik niet doen. Die hou ik gewoon voor een leuke tekst. En hier ga ik een paar pareltjes doen. Ik ga eens even kijken of ik wat pareltjes binnen handbereik heb liggen. Anders moet ik dat eventjes na die tijd nog doen. Ik ben bang dat ik niet de goede kleur heb. Dat is niet de goede kleur. Even kijken. Ik kan ook met wat Nuvo dropjes doen, maar dat heb ik ook niet in de goede kleur. Ik denk dat ik dat gewoon nog even achterwege laat. Ik denk dat ik hem voor nu gewoon even hierbij laat. Ik ga hem hier in het midden ga ik hem op elkaar plakken. Bij de andere heb ik daar een touwtje doorheen gedaan. Maar ik ga dat bij deze niet doen. Ik ga hem hier gewoon zo aan elkaar plakken. Ik ga het anders doen. Ik ga gewoon deze zijkanten aan elkaar vastplakken.
want dan blijft hij helemaal goed staan. Dus deze ticketmal kun je ook op verschillende manieren, ja, eigenlijk vastplakken en gaan verwerken. Ik ga hem deze keer die flapjes gewoon vastplakken. Je legt hem gewoon exact op elkaar. En dan kan die prima staan. Nou, deze ga ik nog eventjes iets op verzinnen. Dat ik die bijvoorbeeld... Nou, daar hoef ik niet eens wat op te verzinnen. Die schuif ik hier onderdoor. En dan knip ik hem ietsjes af. Dan hebben we niet zo'n allemaal van die losse touwtjes. Dat vind ik wel leuk. Nou, ik ga nog eventjes voor de allerlaatste finishing touch rustig nakijken van wat erbij moet. Maar in principe laat ik hem gewoon zo, want ik vind hem zo gewoon leuk geworden. Ik kan nog wat doodles aan gaan brengen. Dat zou misschien nog kunnen. Maar voor nu is eventjes de inspiratie op en ook de producten wat ik om me heen heb liggen voor de afwerking. Dus ik laat hem eventjes op deze manier. Wat ik wel eigenlijk zelf altijd bij deze tekstquotes doe, is even met een zwarte pen, gewoon een hele fijne fineliner, even erlangs om die randjes een beetje te accentueren. Dan vallen die letters net iets mooier op. Vind ik. Maar ook daarvoor geldt, ja, je moet het doen in je eigen stijl. Ik had vanmiddag ook nog hele leuke stikkels ergens gezien. Het is natuurlijk wel leuk om in het hartje van de bloem een beetje stikkels te doen. Gewoon glitterlijm is dat. Of dat kan je met wat Nuvo-dropjes gaan doen in een ander kleurtje. Maar zo kun je dus deze creaties helemaal naar je eigen stijl gaan maken. Nou, dit was het eigenlijk wat ik jullie weer wilde laten zien. Ik zie dat ik een lekkere puinzooi ervan heb gemaakt. Dus dat wordt weer eventjes een beetje opruimen. Ik hoop dat jullie het een leuke uitzending vonden. En mochten jullie ook met deze spulletjes aan de slag willen, ik ga straks nog eventjes alle producten linken in de groep. En dan, of in onze webwinkel. En dan kunnen jullie het van daaruit bestellen. Dus alleen vandaag geldt hiervoor ook 10% korting. Voor nu nog een hele fijne avond. Erg leuk dat jullie er weer bij waren. Bedankt voor de gezelligheid. En tot de volgende keer maar weer. Doei doei!